De Junior Chamber International Suriname, GCI, start vandaag met trainingen voor het Jeugdparlement van Suriname. Samen met het ministerie van Sport en Jeugdzaken is er afgelopen woensdag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst houdt in dat GCI Suriname een volledige trainingstraject zal verzorgen aan het Nationaal Jeugdparlement. Bij de aankondiging van de kick-off, welke gisteren plaatsvond in het RSA-gebouw, gaf Kleibert Drenthe, de nationaal president van GCI Suriname, aan wat het doel is van de trainingen. We hebben als thema Qualified, of in ieder geval Accelerate Quality Transformation. Het thema zegt het al, het versnellen van ons kwaliteit. En dat willen we ook doen bij het jeugdparlement. Ik weet zeker dat we allemaal hier zo een bepaalde potentie hebben en competenties. Maar Qualified heeft te maken met de mindset. Is wat je erin zet, dat zij eruit halen. Dus ik verwacht in ieder geval van de jeugdparlementariërs dat we ons gaan inzetten. Het beste halen uit die trainingen en ook het beste geven. Zodat we aan het einde van 2019 een goed resultaat kunnen hebben. Of tenminste alle punten die behandeld zullen worden. Junior Chamber International is een internationale organisatie van actieve burgers in de leeftijdsklasse 18 tot en met 40 jaar. Het hoofddoel van GCI International is het creëren van duurzame positieve verandering en stimuleren van ontwikkelingskansen voor jongeren in de wereld. GCI Suriname maakt al 56 jaar deel uit van deze organisatie en is op haar beurt bezig de doelen van deze organisatie te verwezenlijken.